De directie van de Surinaamse Bank doet er alles aan om haar dienstverlening na het verliezen van het vertrouwen door veel cliënten verder te verbeteren. Dit gaven de drie directieleden van de bankinstelling aan in gesprek met onze nieuwsdienst. De leiding van de bank is in het laatste kwartaal van 2022 aangevuld met Alexander van Petten, die vertelt hoe de transitie is geweest naar directielid binnen de bank. Verder geeft hij aan wat zijn aanvulling als nieuw directielid betekent voor de dienstverlening aan de cliënten. Nou, de transitie was goed. Ik werk inmiddels 10 jaar bij de bank. Dus ik heb op zich, ik was ook al met het werk wat ik nu doe, dat deed ik eigenlijk al een poosje. Natuurlijk, alles wat ik eerder deed, dat is er nog. En alles wat er nieuw bij is gekomen vanuit de directierol, dat is on top of it. Dus daar is wel even een balans in vinden allemaal. Maar verder denk ik dat de transitie smooth was. Ik denk dat inderdaad, de directie is nog niet helemaal voltallig. We missen nog steeds een chief financial officer. En daar is het proces is nu gaande om die aan te vullen. Maar het betekent in ieder geval richting wat Arjan zei, dat we meer naar buiten kunnen. Omdat we intern dus versterking hebben om intern in ieder geval een aantal zaken op orde te krijgen. En we meer ruimte krijgen om die commerciële tak meer invulling aan te geven. Want ik denk dat we op dat gebied we nog wat in te halen hebben. Daar hebben de andere banken wat meer ruimte gekregen in de afgelopen jaren om ook klanten van ons af te pikken. Dus ik denk dat we die terug moeten gaan halen en daar nu echt voor het commerciële onderdeel meer ruimte komt om daar aandacht aan te gaan besteden. De directie weet dat er in het verleden cliënten waren die teleurgesteld zijn geweest en daarom naar andere banken zijn overgestapt. Zij weet ook dat er veel cliënten zijn die het vertrouwen in de bank hebben opgezegd en doet er alles aan dat goed te maken, zegt Arjan Molenkamp. Waar we nu mee bezig zijn, is om in kaart te brengen van wat is de behoefte van de klant. Dus de afgelopen jaren zijn we misschien een klein beetje te veel inside-out bezig geweest, meer nadenken over hoe wij interne processen moeten organiseren om het efficiënt te maken. We zijn nu aan het kijken van wat verwacht de klant dan precies van ons. Wat we dus zien is dat bepaalde klanten die verwachten heel veel service tegen geen kosten. Daar zijn we heel druk mee. Omdat we heel veel service moeten verlenen aan klanten die geen kosten willen betalen, zijn andere klanten de dupe. Die zouden best wel willen betalen, maar er is helemaal geen tijd, geen ruimte voor ons om die klanten. Dus die gaan uiteindelijk naar andere banken. Dus die balans tussen van welke diensten wil je aanbieden tegen welke kosten, dat moeten we opnieuw in kaart gaan brengen. En als dan blijkt dat mensen het wel zouden kunnen, maar ze willen het gewoon niet, dan geven ze gewoon twee opties. Dat we zeggen, nou, of u gaat ervoor betalen, of u moet gewoon gebruik maken van de goedkopere kanalen. De Surinaamse Bank zal in de komende weken nieuwe functionaliteiten en diensten introduceren die makkelijk voor de klant wordt en ervoor zullen zorgen dat er minder lange rijen binnen de bank ontstaan.